24 jongeren van nu keren terug in de tijd en komen terecht in een internaat uit de jaren 50. U hebt waarschijnlijk nog niet half door waar u nu aan begonnen bent. Zonder gsm, computers of televisie. Ik vind die jaren 50 echt niks van mij. Geef mij maar 2006. Afstand! 3 weken lang de ijzeren discipline van een streng college. Kijk hier eens, wat dat hier allemaal uit kan. Tucht heerst met harde hand. Voilà, de deuren. Hey, zet recht. Wat dan met dat? Jij moet normaal doen en je moet je gedragen zoals dat moet. 7 dagen op 7, zonder luxe of comfort. Blaf, je stinkt like de pest. Met een minimum aan hygiëne. En wel heel sobere maaltijden. Nee, vaak, sorry. De jeugd van tegenwoordig. Het internaat. Ik kom zat. Ik wil gewoon naar huis. Vorige week. De meisjes krijgen de ondankbare taak om het ondergoed van de jongens te wassen. Het schoolfeest zorgt voor opschudding. Safi valt tijdens de turndemonstratie. De jongens verstoppen sloten drank. 15, 20 bierflesjes, 6 flessen wijn minstens. En Aris is stomdronken. En dat u moet braken, dat is uw probleem. Hoe is dat mogelijk? Het is maandagochtend op het Sint-Victor College. Na de frivoliteiten van het schoolfeest wachten leerlingen opnieuw een zware week. Goedemorgen, heren. Komt u allemaal uit uw blinkdoos? We gaan vandaag de bedden nogmaals punctueel opmaken. Na de lol en na het bier staan wij voor ons bedje 4. Problemen? Nee. Nee, meneer de directeur. En als u graag miserie hebt, dan kunt u krijgen, meneer Henkens, alstublieft. Goedemorgen, meisjes. Opstaan. Aris Lady heeft tijdens het feest wat te veel gedronken en heeft last van een kater. Mevrouw Van Kalster, moet u slapen? Ja, het is erom zat, jong. Het kei die ook zit te doen met Dominique en ik en zo. Kei grappig. Van der Bouwheden, jij neemt mijn plaats in. Terwijl de jongens zich nietsvermoedend gaan wassen, doet de directeur een routinecontrole in hun kamer. Ik heb een busfest in de grond. Ik heb een busfest in de grond. Tijdens het schoolfeest hebben de jongens overal drank weggestoken. De directeur vindt 1 van de flessen fruitsap. Mensen die eventueel buikpijn hebben door te veel fruitsap te drinken, daar kan ik weinig rekening mee houden. Op het afdak een flesje fruitsap gevonden, dus wij zijn gesignaleerd en zullen er werk van maken. Het is nu nog te vroeg om mij daar druk in te maken, maar het fruitsap stond voor mijn neus toen ik het raam sloot. Ook bij de meisjes draait de zuster de vijs weer aan. De leuke herinneringen aan het schoolfeest verdwijnen als sneeuw voor de zon. En je begint met het onderlaken en dan zo verder. Oké? Ja, zuster. De party is wel gedaan, hè, van gisteren. Ze zijn wel super streng voor, maar echt streng, hè? Ja. Gisteren was een leuke dag, maar we weten zelf, ook wel dat het zo niet kan blijven duren. Ja. Gaat het niet? Ik heb gewoon een beetje koppijn. Ja, dat zijn de gevolgen van gisteravond. Het is duidelijk geconfiskeerd uit de voorraad van de school. Dat noemt men met een werkwoord heel eenvoudig stelen. En dat is duidelijk een bewijs dat er nog andere dingen gestockeerd liggen voor uw winterslaap. Denk er maar eens goed over na, want straks hebben wij daar een gesprekje over. Ik heb gezegd aan uw bed staan. En doe die rok fatsoenlijk. En ik zie een stuk van uw been, trek je kousen hoger op. Dat is bezofjes op. Helemaal opnieuw begint eigenlijk. Nee. Ja. Alleen heb je het al meegemaakt en is zo. Oh shit. Terug. Nee, daar zou je niet ziek van worden, hè? Jong toch? Oh. Dat is een pistes, moest niet op ons afwerken, hè? Na de preek van de directeur besluiten de jongens hun smokkelwaar beter te verstoppen. Onder de kast van Björn, inderdaad, dat is daar hol. Ja.
tijdens het schoolfeest ging het er volgens de normen van de jaren 50 bij tijden net iets te wild aan toe. Daarom grijpt de pastoor het ochtendgebed aan om de leerlingen eens goed de levieten te lezen. Ondanks mijn dagelijks betoog hier in onze kapel voor een godsvruchtig leven, heb ik zaken gezien die mij de wenkbrauwen heeft doen fronsen. Het tot zich nemen van grote hoeveelheden alcohol, onchristelijke uitspattingen die een serieus gewetensonderzoek vereisen van velen onder jullie. En vandaag wens ik mij in het bijzonder te richten tot de meisjes van ons college. Bij velen heb ik een onzedige houding gezien die de zinnen van het andere geslacht tot onkuisheid kunnen brengen. Zoals al in het verleden werd voorgesteld, kan men enkel een degelijk christelijk leven leiden door het dagelijks gebed. Op het schoolfeest is Safi tijdens de turndemonstratie voor de ogen van alle ouders op haar gezicht gevallen. En dat dreigt een levenslang trauma te worden. Ja. Zie haar ego, dat is haar rug, dat is haar ego. Ego is voor het. Vraag jij je af om dat te zeggen dat jij zo ijdel bent, dat jij je beter voelt dan de anderen. Hoe meer dat jij je druk maakt, jij weet dat ook hoe slecht dat jij je eigen voelt. Als je al zo altijd gaat, dan is het normaal. Het is niet dat dat een zachte vrouw was, hè? Ja. Dat je nog half een kop doet, dan heb je ook al pijn in je nek en zo. Maar die heeft pijn, maar die ergste pijn is gewoon van haar ego. Dat is echt niet de hoofdpijn of de nekpijn. Natuurlijk, als hij zo heel thuis gaat zitten, gaat hij nog veel hoofdpijn en nekpijn krijgen. Dat is om te eten en een beetje beter te worden. Dat zit hier. Ik wil ze nooit een hand voor zijn stomme kloot vallen. Ga hem dan misken. In het katholieke Vlaanderen van toen werd er veel belang gehecht aan het begrip naasteliefde. Daarom gaat het in de godsdienstles over Sint Franciscus, de peetvader van de liefdadigheid. Hij trekt zich terug en hij gaat leven in eenvoud en armoede. Ja? Hij wilde de allerarmste zijn. Daarom heeft hij ook zijn eten vanaf dat moment bij elkaar gebedeld om dan van wat hij bij elkaar bedelde nog te delen met de armen der armsten. Het verhaal van de heilige Franciscus zet de leerlingen aan het denken. Er wordt dan ook druk nagepraat. Ja, in de jaren 50 was er ook een groter verschil tussen de rijken en de armen. Dat is normaal. Ze proberen zoiets te zeggen van de rijken moeten de armen helpen. Er waren er ook veel meer toen. Vroeger was er veel meer sociaal contact en de mensen kenden elkaar en dat creëerde ook naast de liefde. Nu, maar ik bedoel, er zijn er veel dat onder hun eigen buur niet echt kennen. Dus hoe kun je daar de naast de liefde voor voelen? Na de godsdienstles wordt de klasgroep in twee gesplitst. Terwijl de jongens een les Latijn volgen, krijgen de meisjes van de zuster kookles. En zoals het een katholiek college betaamt, voert ook Sint-Victor het begrip naasteliefde hoog in het vaandel. Wij gaan deze namiddag de school verlaten om een goede poetsbeurt te geven bij een dame die al op leeftijd is. En wij zullen alles moeten poetsen wat dat daar te poetsen valt, bij manier van spreken. Dus we gaan zelfs room maken voor dat oud vrouwtje, dus een puddingje. De overschot mogen jullie opeten. Ik hoop gewoon dat ze een lief oud vrouwtje is. Ja, niet zo gemeen. Ja, zo. Ja, zo. Zeg, dat is niet goed gedaan. Zo. Nee, mijn jeugd, ik dat beter zo. Ja. Dus ik hoop dat hij zo wat dankbaar is en zo. Hoe laat het doorkoken? Wat is koken? Dat je dus bellen ziet naar boven komen. Ja. We hebben thuis van die zakjes. Hè? En als je dat gewoon doet en de kaal melk daar boven, dan is dat gewoon klaar. Toch al geel? Zo. Nou, wij hebben het. Tijdens de speeltijd probeerden de jongens stiekem tot bij hun verborgen drank en snoep te geraken. Nick schopt de bal opzettelijk over het muurtje, zodat hij onopgemerkt bij zijn snoep kan. Maar de leerlingen hebben geen oog voor de directeur die hen in het geniep bespiedt vanuit zijn bureau. De leerkracht loopt weg van ons. Eindelijk dat vind ik niet lekker. Hij heeft er niks van, maar hij heeft kei veel.
Na de middagpauze wordt de naastenliefde in praktijk gezet. De meisjes brengen een bezoek aan Rachel, een bejaarde dame uit de buurt. Zoals in de jaren 50 de gewoonte was, gaan ze er een handje toesteken in het huishouden. Dag mevrouw, ik ben hier met de leerlingen. Mogen zij binnenkomen alsjeblieft? Ja. Ga meisjes, jij mag dat al op tafel zetten. Goed uw voeten vegen. Dank u. Alsjeblieft. Dat ook. Ik vind dat plezant. Ik kan daar echt niet aan doen, maar ik vind dat echt plezant. Ik doe dat helemaal niet graag. Ik wil sowieso aan het graag doen. Dan moeten we dat hier een beetje doen. Mijn Astrid die wat gewoon in deze living en dat is mijn mama. Niks op tv, toch blijven kijken. Heb je nu niks anders te doen dan daar zomaar te liggen? Hier thuis krijg ik kritiek dat ik te lui ben, dat ik hier niks doe in huis om te helpen. Astrid, ik ga boven de strijkweg liggen. Let op de soep, hè. Ja, is goed. Astrid is gemakzuchtig in huishoudelijke taken en in school. Ik ga niet graag naar school, dat interesseert me heerlijk. Orde, in haar kledij, in haar kast. Ja, zo weinig mogelijk aan inspanningen doen, lui zijn. Maar hier moet ook Astrid flink meehelpen. En zoals gewoonlijk heeft de zuster de touwtjes stevig in handen. Wat heb jij nodig? Zo, voor de vloerstekussen. Een dweil? Ja. Ga je nu dweilen? En alles moet nog afgewassen worden. Hoe kan dat nu? De vloer is het laatste, juffrouw. Alles wat je net maakt, moet je poetsen. Dus als je in slaap wordt, goed kunnen slapen. Ja, altijd. Dus ik zou graag hebben dat dat daar allemaal proper is. De zuster commandeert goed. Dat moet zo, hè, mevrouw. Zou jij eens niet beginnen te werken, juffrouw? En nu ze enkel onder mannen zijn, krijgen de jongens op Sint-Victor een IQ-test voorgeschoteld. Deze IQ-test heeft als doel om jullie te oriënteren naar jullie volgende schooljaren toe. Voor de dames is dat sowieso overduidelijk. Zij moeten zorgen voor eten en dat het huis proper is. Dat heeft niks met wiskundige IQ-testen te maken. En het mogen duidelijk zijn, meisjes en IQ, dat hoort toch niet samen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about the French I took. Piece of cake. This cake, I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Ondertussen poetsen de meisjes met gezonde tegenzin verder. En dan ga jij, juffrouw Hendricks, op een stoeltje staan. Moet zo'n gezicht niet trekken. Maakt u niet te moe, hè, want... Misschien nog wel spinnenweb dat hier aan je. Die kat is keuterig. Dat is de gewoon zelf spinnenweb in mijn neus. Dat is niet te doen. Kelly. Kijk. Ja. Ervoor, erna. Pah. Vies. Te veel stof. Je keus niet graag. Keus niet thuis en dan moet ik hier keuzen. Dat ik vrij blij ben dat ik in 2006 woon of leef. Ik ben zo in de jaren 50, want echt, dat is zo niet te doen. Kun je dat voorstellen dat we dat zo altijd moesten, dat die dat altijd moesten doen? Zo? En aan de tijd hadden we dat ook bij, want allee, ja, de jongens zitten dan zo advocaat of weet ik veel wat te studeren en wij staan hier zo, wij mogen voor thuis houden zorgen en zo. Nu is dat zo, als je nu dokter wilt worden, maakt niet uit of je een jongen bent of een meisje, dus studeerde. Ja, vroeger was het zo enkel de jongens. Ja, de jongen wordt zo... de man in huis. De vrouw gaat tegenwoordig beide zijn. In huisvrouw en werken. En moeder. Ja. Mm-hmm. Het is alles, hè. Alles in één. Alles in één. Compact. Ja. Het leven is veel te ingewikkeld geworden om zo even alleen maar huisvrouw en zo te zijn. Je kunt dat echt niet vergelijken in het jaar 50. Na de wiskundeles test de gymnastiekleraar de jongens op hun fitheid. Dominique wil tonen wat hij in zijn mars heeft en doet echt zijn best. Ietsjes dieper, kom maar. Niet overdrijven. Goed, technisch correct.
Dieper, dieper. Come on. Ietsjes dieper. Correct, come on. Nee, je hebt je verplaatst. Ik kan er anders af zo. Ja. Wat zei u? Floris? Floris, kom eens hier. Ik moet stretchen, hoor. Floris, kom hier! Kom! Hier heb ik gezegd! Hier is hier! Wat is uw probleem? Wat is uw probleem? Ja? Ik? U, bedoelt je? U bedoelt je? Ja, u. Oké, dat is al wel beter. Maar dan op een andere toon. Het is heel gemakkelijk al de schuld altijd op iemand anders te schuiven. Ja. Zeer zwak. En nu moet je gaan stretchen en verdwijnen. Daar. Ik heb het gevoel dat gans het leraarkorps eigenlijk op mijn kap zit. En op een gegeven moment is uw nummer vol en dan loopt hij over, juist gelijk als bij die van LO. Waarom heb je daar eigenlijk nog respect voor? Dat is eigenlijk gewoon... Dat gaat gewoon niet meer voor mij. Zometeen, de leerlingen gaan op bedevaart. En s'avonds breekt er op de slaapkamers een heuse opstand uit. Dat kreeg ik 2 minuten voor de deur open te doen. De meisjes zijn nog steeds op liefdadigheidsuitstap. Tijdens het koperpoetsen stelt Safi eens te meer vast dat de jaren 50 niks voor haar zijn. Ik vond dat in 1950 hadden de vrouwen helemaal geen vrijheid of zo. We moesten gewoon kuisen voor de kinderen en voor de man zorgen. Als ik zo in 1950 gewoon een uws huisvrouw word, dan... Ik weet niet, volgens mij raakte ik dan niet aan een vent of zo. Ja, ik kan niet koken, ik kan niet wassen, ik kan niet poetsen. Dan zit je zo keizielig thuis alleen. En je man zit er zo met andere wijven op café. Ik denk als ik echt in de jaren 50 zou wonen, dat ik dan al lang zelfmoord of zo had gepleegd. Rachel heeft haar jaren 50 nogthans goed overleefd. Waren de leerkrachten vroeger streng? Ja, streng en niet streng. Zoals de zuster? Ja. Heeft hij op een kastschool gezeten? Nee. Je moest werken en de ouders helpen. Ai, ai, ai. Zo'n zwaar leven. Ja, dat is wel was echt zo. Wij hebben het zelf nog nooit niet zo moeilijk gehad. En komen nu? Drie weken. Maar wat zijn 3 weken van een leven? Als de dames terug zijn, vragen de jongens met enig leedvermaak hoe het poetsen verlopen is. En hoe was het bij tante Boma? Tante Boma. Was dat leuk? Was dat leuk? Vonden we haar nu plezant zo gaan kuisen bij dat madame? Ik vond het wel leuk dat die madame gelukkig was, hè? Zo met mensen. We gaan dat goed doen. Maar we gaan niet meer. En zorgen voor dat kroost. Maar weet je, jongen, nee, vroeger had die vrouw dat toch veel gemakkelijker, zeker? Gewoon een beetje naar de ruisstand doen en die moest nu gaan werken. Nu moeten de vrouwen daar nog eens bij gaan werken. Ik heb niet moeten kissen, hè? Ja, hij had moeten leren. Ja, Latijn. Ja, voilà. En dan hebben we IQ-test wiskunde gedaan. En? Allee, die van wiskunde zei zo. De jongens moeten alleen een IQ-test doen, omdat de vrouw dat later niet nodig heeft, omdat die toch wel thuis zou doen. Ja, ja. Heb je een wiskunde? Nee, IQ-test. Ja. Enkel de mannen studeren verder. De bewuste IQ-test is intussen verbeterd en de jongens zijn benieuwd naar hun resultaten. Meneer Konings stelt hun geduld niet langer op de proef. Het gemiddelde was een IQ van 123. Voor meneer Feitsma is dat 108. Dat zit onder het gemiddelde van 123. Voor meneer Henkens is dat 115. Dat wordt alsmaar groter. De andere jongens scoren allemaal redelijk goed. Maar er zijn 3 echte uitschieters. Meneer Van der Bouwede, Tim, 130. Meneer Tom Aardgeers, 131. Meneer Cozy Goudenzone, 134. Dat is de hoogste score. Kreeg dan ook choco 's ochtends. Uw intelligentie is u geschonken door onze lieve heer. Wie verdient er dan choco, meneer Goudenzone? Dat is onze lieve heer. Dat is niet meneer Goudenzone. Er hangt Dominique nog een straf boven het hoofd. Want leerkrachten uitschelden, daar kom je niet zomaar mee weg. Vertel eens wat er juist gebeurd is. Ik was dus aan het pompen voor test.
En hij zegt, ja, stop maar, want je had, allee, maar op een redelijk brute toon. Stop maar, want je hebt je hand verzet. Ik had er gemakkelijk nog veel meer kunnen doen en daarom was ik slecht gezind. Ja. Je hebt hem dus wel een aantal verwijten aan zijn hoofd geslingerd. Beseft u eigenlijk dat je in de fout bent gegaan of niet? Ja, meneer, ik had me moeten controleren. We moeten luisteren naar meneer Covens, meneer. Ondanks dat besef wil de directeur Dominique op een gemene manier straffen met chantage. De directeur wil alles terug wat de jongens hebben weggestoken. En daar moet Dominique voor zorgen. Of hij vliegt van school. Ik heb vanuit mijn raam gezien, Glorisch, dat de laatste tijd heel veel drukte ontstaat rondom het muurtje. Ik neem aan dat na het schoolfeest allerlei zaken zijn samengebracht. En ik vrees dat daar een soort van voorraad wordt verzameld voor de winterslaap, Glorisch. Dus, Glorisch, laten we zeggen dat u een pact sluit met de duivel en dat u mij alles brengt wat u verzameld hebt. Heel de boel. Alles. Mag ik daarop rekenen, meneer Glorisch? Ja, meneer. Goed zo, meneer Glorisch, dan mag u gaan. Vieze, vuile, stinkende dwergchimpansee. Alleen nu ik iedereen alleen moet gaan verraden waar dat snoep van de Nikken zo ligt. Dominique hoopt op begrip van zijn klasgenoten en vertelt wat van hem verwacht wordt. Ik moet zeggen waar alles ligt, dat maar raas. Maar dat wil niemand op zijn geweten hebben. En samen met Nick verzamelt Dominique alles wat de jongens tijdens het schoolfeest hebben weggestoken. En de heren nemen geen enkel risico. Ook de drank die ze op het dak hebben verstopt, wordt afgegeven. Ik weet niet precies hoeveel je hebt, zo. Komt u binnen. We hebben een schatje gedaan, meneer. Zet u ze maar neer. De buit overtreft mijn wildste verbeelding. Mag ik u nogmaals vragen of dit alles is? En dan wel degelijk alles, heren? Dit is alles wat wij wisten dat we hadden. En dat ze hebben gezegd. In orde. Dan mogen jullie beschikken. Oké. Okay. Dank je. De volgende ochtend heeft de directeur bij aanvang van het ontbijt een mededeling. Sint-Victor gaat op uitstap. We naderen stilaan het einde van de rit. Dat wil dus zeggen dat de eindexamens er staan aan te komen. Bovendien gaan we deze middag op bedevaart. Wij gaan ons bezinnen en de nodige innerlijke kracht opdoen om straks keihard te kunnen studeren. Wij gaan God de Almachtige vragen om zijn steun tijdens deze stresserende dagen. Ik kan een liever examen dan bedevaart. Ik had gehoopt dat we dingen naar Bruggen of zo dan een cultureel uitstap gingen doen, maar een bedevaart. In de jaren 50 ik bij de mensen niet weggingen, dat alles gaan bewegen. Ik dacht dat vandaag zo'n plezante uitstap ging worden, maar niks. Ja. Gaan ze een dag stappen. Misschien er al tegenop staan. In de voormiddag krijgen de leerlingen eerst nog les. Te beginnen met biologie. Een les over beeldvormen. Wat we hier hebben, ik kan natuurlijk geen mensenoog gaan gebruiken. Maar waar ik dus van gebruik maak, is dus een varkensoog. Wat denk je? Toen zei ik dat die
oogleden er nog aan hingen. En ik dacht, oh nee, ze pinkt dan nog naar mij van, help mij. En nou ja, stinken, niet te doen. Ik dacht even dat de onderbroeken van de jongens terug waren. Dat valt eruit van ik. Ja, bij mij ook, en dat kijkt zo naar mij. Het is wel mooie blauwe ogen, hè? Bij mij niet. Ze lijkt ook aan me opeten, terwijl mes en vork. Ik denk dat je buffstuk aan het eten bent. Eeuw! Buffstuk met lekkere frietjes. Als je het in twee hebt gesneden, dan kan u proberen de lens eruit te halen. Als u de lens heeft, want dat is uiteindelijk het doel van onze les, dan gaat u op dat blad papier dat op uw tafel lag, die lens daarboven opleggen. En u gaat proberen te zien welk effect die lens heeft. Hier kun je zo echt zien wat er allemaal in zit. Onderzijd. Dan ga je normaal. Je kunt alleen maar beter begrijpen hoe dit over elkaar zit. Als voorbereiding op de bedevaart komen de jongens en de meisjes tijdens de godsdienstles alles te weten over goddelijke mirakels. De titel van deze les: door profetie en mirakel kan ik zeker weten welke de ware geopenbaarde godsdienst is. Eerste punt: de profetie. Eerste stelling: het mirakel is een goddelijk kenteken. Het mirakel is mogelijk. Ik leg het even uit. Ook al is de interesse maar matig, tijdens het middagmaal brengt de les toch een discussie over het bestaan van God op gang. Voor mij bestaat God niet. Het is voor mij dat iedereen allemaal al dat bidden en doen, zonder jou tot te trainen. Dat is hun verzinsel. God bestaat wel. Hoe is de wereld ons ontstaan? Door de oerknal. Ja. En hoe is die oerknal daar gekomen dan? Voor al die gasten dat er waren. En waarom had God dat mee te doen? Maar God, dat bestond niet. Niets kan uit niets ontstaan. Dus, God moet wel bestaan. Maar wie heeft God dan gemaakt? Ja. Je moet ook weer dit door blijven gaan. Hè. En voilà. En voilà, vertel. En dan is het zover. Na een lange voormiddag vertrekken de leerlingen op uitstap. Iedereen is blij om eens weg te zijn uit het college. De sfeer op de bus is dan ook uitgelaten. Zelfs de Maria-liederen worden uit volle borst meegezongen. Vol glans en vol luister, de van God. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Na 2 uur rijden bereiken de leerlingen eindelijk hun bestemming, het Mariapark van Lommel. En de aanblik van de Mariagrot en de Kruisweg doet het enthousiasme van onderweg al snel verdwijnen. Welkom allemaal. Het is een mooie traditie om met iedereen van het Sint-Victor College samen te komen hier bij deze Mariakapel. Maria leerde ons om dienstbaar te zijn, eenvoudig goed zijn, altijd bereid om iets te doen voor een ander. What the fuck is dat hier? Zo van, oh man, ik ga hier in slaap vallen. Ik moet bekend aan een gaan scratchen Red Bull opgezopen en wil hier wakker blijven. Het is wel wat anders dan Walibi of ik veel. Magie apart. Een grot met beelken en kaarsen in. En blommetjes op. Man toch, wat doen wij hier? Ik was er depressief van. Ik vind het kut. Echt waar. Ik snap niet waar wij hier komen. Dan echt. Dat is zo saai en stom. Dan dag uitstap. Naar God. Dit is officieel de saaiste school ooit. Laten wij dankbaar bidden voor al die mensen in onze gedachten die dat voor ons ook daadwerkelijk doen. Ik vraag me echt af wat mensen eraan hebben om zo
heel een tijd zo naar de preek te luisteren en zo. Binnenkort beginnen de examens. Ook daarvoor zijn wij hier vandaag op bedevaart om steun te vragen aan moeder Maria. En daarom stel ik voor dat ieder van jullie een kaarsje komt branden aan het beeld van moeder Maria hier in de grot. Er is niks saaier dan toen naar een grot gaan waar Maria is verschenen. Ja, zo gezegd. Ik vind dat ideaal om ze lekker te bezinnen en tot rust te komen. Dus het is ook de bedoeling hier dat je dan een keer doet. En van, ik heb er ook niks op tegen dat je nu zo lekker komen doet. Het ding is voor mij gaan verschijnen. Ik heb ze toch nog niet gezien. Omdat wij in de periode die voorafgaat aan de examens ook vele verstervingen moeten doen, willen wij ons daar goed op voorbereiden. En daarom zullen wij nu de Heilige Kruisweg gaan doen. In de eerste statie, Jezus wordt ter dood veroordeeld. Als ik onschuldig misprezen word en liefdeloos veroordeeld, zo wil ik dit naar uw voorbeeld verduldig verdragen. En bidden we dan samen, onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Jezus ontmoet zijn moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij. Die graad van saaiheid is -1000 of zoiets. Ik vond het gewoon belachelijk zo keilang rijden voor gewoon daar waar rond te gaan lopen. En ik denk dat niemand dat, allee, daar plezier aan gaat heeft buiten de nom of zoiets. Negende statie. Jezus valt de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt. De twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Ik heb nog nooit zoveel gebied in mijn leven. Op bepaalde momenten dacht ik echt wel zo, allee, wat ben ik mee bezig, wat doe ik hier? En laten wij nu even stil en ingetogen zijn bij het overlijden van onze Heer Jezus. En laten wij dan nu naar de laatste statie gaan, waarbij Jezus ten grave wordt gelegd. Naarmate de middag vordert, geraken steeds meer leerlingen onder de indruk van het Mariapark. Ik vind het wel nog schoon, weet je, het is zo'n mooie natuur langs hier. Hè. Toen dat we hier toe kwamen, zeg ik dat direct. Het is wel een chique kruisweg. Ja. Oh, well, ja. Maar vergelijk met deze netstap van de jaren 50 ja, en die, maar, van ons, die van ons zijn veel plezanter. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Zo dat pretparkje zo. Nou, er zijn wel wat plezantere dingen. Zijn. Nee. Ja, maar dan nog. Het, wel. Het is ook weer een netstap. Maar in de jaren 50 is dat echt zo. Ja, ja, dat is alles de goed. We waren blij. De mensen waren hoeveel rapper content. En, ja. Maar dat die mannetjes er toen content mee waren dat die een netstap naar hier mochten doen, dat weet ik niet helemaal. Een netstap, maar kijk nu naar ons, wij zijn toch ook weer rapper content. Wat was dat? Wij zagen een bus en we begonnen al te flippen. Wij. Vooral Tom is het bedevaartsoord gaan waarderen. De stilte en de rust nodigen hem uit om even na te denken over zichzelf. Het is vooral op het college zelf de, niet veel tijd en ook niet veel ruimte om iets te doen. Hier zag ik mijn kans gewoon om dan zo even alleen te zijn, even te ontsnappen. Ik heb ontdekt dat ik soms nogal misschien iets te arrogant antwoord en dat ik een iets te hoge dunk heb van mezelf. En ik ga er meer op letten. En een hele middag bidden kruipt blijkbaar toch in de kleren. Op de terugweg naar het college blijft het in de bus opvallend stil.
Sint-Victor wenst u een goede nacht. Maar de rust op de bus was de stilte voor de storm. Om de saaiheid van de bedevaart te compenseren, hebben de leerlingen een ingenieus plan beraamd. Als ze denken dat de kust veilig is, schieten ze in actie. Enkele meisjes sluipen naar de jongenskamer, waar ondertussen iedereen gemobiliseerd wordt. Steven, jij maakt dieven. Ik maak los, je maakt dieven, zwakke dieven. Ik heb nog niks gedaan. Je zou... Tom leidt het roepen. De deuren van beide slaapkamers moeten gebarricadeerd worden, zodat niemand van het lerarenkorps nog binnen kan. Via het platte dak gaat iedereen naar de meisjeskamer om ook daar de deur te barricaderen. Niemand kan nog binnen en het feest kan beginnen. Ontstaat even paniek wanneer de directeur er toch in slaagt om de kamer van de jongens binnen te dringen. Iedereen vlucht naar de meisjeskamer, waar de ramen onmiddellijk worden gesloten. Ik denk dat we de harde maatregelen moeten gebruiken. Hoi, dames en heren. Mooi dat. Ik geef u een goede raad. Dames, het zal hier keurig moeten uitzien. Dank u wel. De heren mogen terug naar hun kamer langs daar. Pas op voor de voetjes. Want het zou kunnen snijden, heren. Dames, kunnen in een boel hier opkuisen? Wij komen direct terugkijken. Wie laatst lacht, idioten, best lacht. Iedereen keert terug naar zijn kamer. Het feestje is afgelopen. We zijn gepakt op een stomme manier, maar het was wel grappig. Ik wil jullie toch wel bedanken dat je het zo vroeg hebt gedaan. Dus hebben we nog een nachtrust. Laat u rustig op uw kont liggen nu en bedankt voor de miserie. Tot morgen. In een mum van tijd is alles weer opgeruimd en ligt iedereen in bed. De directeur zit weer steviger dan ooit in het zadel. Slaap lekker, superlaars. Zometeen. Wie is de verantwoordelijke achter het masterplan van gisteren? De zwanenzang, het doek. Valt. Iemand moet onverwacht Sint-Victor verlaten. De ochtend na de wilde party worden de leerlingen vroeger dan gewoonlijk gewekt door de gymnastiekleraar. En dat betekent doorgaans niet veel goeds. Iedereen naast zijn bed in G8 en onmiddellijk, come on. Jullie zien er allemaal nog zo moe uit. Is er een feestje geweest? Goedemorgen. Turf van tafel staan en naar beneden. En naast u maar. Meneer Covin kreeg van de directeur de opdracht om een en ander grondig uit te spitten. En hij doet dat op zijn eigen gekende manier. Wie
is de verantwoordelijke achter het masterplan van gisteren. Je mag nu voorwaarts naar mij komen. Niemand die de verantwoordelijkheid op zich neemt. Rechtdoor, zolang ik het zeg. Klaar, go. Lichte looppas en we blijven gelijk. Probeer de afstand te houden. En we versnellen vooral. Ik had gezegd geen commentaar. Meneer Aartjes, mocht naar mij komen, begin maar te pompen. Omdraaien, hop, buikspier. Stop. Vraag jullie voor de tweede keer de persoon die weet die verantwoordelijk is, die komt gewoon naar mij. Opnieuw is niemand bereid die verantwoordelijkheid op zich te nemen. En dat betekent voor iedereen verder lopen. Kunnen we niet meer lopen? Zwak element in de klas. Buikspier, doe maar. Kom aan, dames. Derde keer, laatste keer. Wie is de verantwoordelijke voor de actie van gisteravond? Uiteindelijk beslist Tom om zijn deel van de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Zet jij de verantwoordelijke voor gisteravond? We waren met vier verantwoordelijke, meneer. Wie zijn die vier? De rest ga ik niet verraden. Ik vind dat die al zelf voor moeten uitkomen. Ze zijn met vier, zeg je. Het idee om de deuren te barricaderen kwam van Nick. En hij wil niet dat Tom alleen voor alles opdraait. Ik luister naar jou. Wie zijn de andere twee? Ik en Tom. Andere twee. Ik ben één van de vier. Eén van de vier. Wie is de vierde? Ik weet niet meer. Vergeten? Ja. Te veel alcohol op, of wat? Weet je. Er is nog één verantwoordelijke. Met de groep staan. Waarom moet dat zo lang duren eer jij je persoonlijke verantwoordelijkheid opneemt? Omdat we dat in groep hadden gedaan, meneer. Je bent altijd de eerste om de kloon uit te hangen. En om met uw woorden te spreken de eikel uit te hangen. En nu als laatste. Tuigt van weinig lef. Iedereen terug samen in één peloton. Ik zal dat voorleggen aan de heer directeur. En we zullen nadien zien wat er daarmee gedaan wordt. De vier hoofdrolspelers moeten naar de directeur. En die is niet van plan om het nachtelijk feestgedruis onbestraft te laten. Wel, heren, het schijnt dat jullie namen gevallen zijn bij de heer Kovijn. Ik zou willen weten wie het voortouw genomen heeft. Wie heeft de putsch echt georganiseerd, de leiding in handen genomen? Meneer Aartgeerts, dat verbaast mij. Spijtig is dat. Jij hebt leiderscapaciteiten, wij weten dat. Maar je gebruikt ze op een verkeerde manier. We gaan jouw capaciteiten op een positieve manier proberen te gebruiken. Ik bombardeer jou, meneer Aartgeerts, tot de nieuwe klasverantwoordelijke in plaats van meneer Van der Bouwwede. En, meneer Aartgeerts, als er wat fout loopt, dan zul jij daar de loodzware gevolgen van ondergaan. U mag beschikken. Gaat u maar. Dag, meneer Aartgeerts. Tot zover lange wacht. Zo, heren. Proficiat met de grote mislukking. Ik stel voor dat meneer Henkens en meneer Feitsma met mij zo dadelijk meegaan naar de isolatiekamer. En meneer Gloris, jij wacht tot de zuster hier is. En dan mag je mee met haar naar de kapel. Waar je je kunt bezinnen. Dus heren, ik stel voor dat u met mij voorgaat.
Ondertussen gaat Lange Wapper verslag uitbrengen bij zijn medeleerlingen. Iedereen wil weten wat er bij de directeur is gebeurd. En Tom heeft alvast een eerste verrassing. En dan zei hij, ja Tom, ik wil van u een leider maken. Jij wordt klasverantwoordelijke in plaats van Tim. Ja. Ja, content zeker. Ja. Ja, we gaan meneer Van der Bouwheden vervangen. Oh, ik vind dat wel kut dat ik zo uw taak moet overnemen. Want als er dan iets gebeurt, dan moet ik naar zijn gezag gaan luisteren. Oh, ik ben nu geen klasverantwoordelijke weer, maar ik vind dat helemaal niet erg. Het is ook echt wel iets voor Tom. Die vindt dat nogal belangrijk om zo de beste te zijn. En ik vind dat een goede keuze van de directeur, eigenlijk. Meneer Feitsma, zet u neer. Neem pen en papier. Een volledige inktpot staat voor u klaar. U schrijft 500 keer. Deze slappeling ging weer in de fout. Ik ben een zak koude frieten zonder zout. Ook voor jou een isolatiekamertje. U schrijft 500 keer. Ik ben de donkerste tint in de verfdoos van de directeur, comma. Mocht ik deel uitmaken van een broek, ik was ongetwijfeld de scheur. Dag meneer Henkens. Ja, zoals altijd is dat zo'n stomme straf te schrijven is sowieso al saai. En nog van die domme zinnen. Ja, 500 keer dus, was wel redelijk veel. Tom heeft keihard geluk, alleen dan moet je gewoon klasverantwoordelijke zijn. Dat is toch niks erg, hè? Terwijl ze makkers straf schrijven, wordt Dominique door de zuster naar de kapel geleid. Komt u verder. Meneer Gloris gaat een stoel nemen. U plaatst die recht voor het altaar en je gaat daar op je knieën zitten om tot bezinning te komen. Eventjes nadenken over al de fouten die u al begaan hebt hier in het Sint-Victor College. Ik ben fout geweest, ik vind dat ook, maar iedereen was fout gisteren. Hè. Ik voel me nu een beetje onzeker voor wat de straf zal zijn. Moet ik naar huis? Moet ik in isolatiekot? Moet ik straf schrijven? Ik weet het niet. Hè. Dat is het enigste dat me nu zorgen maakt. Nu zou ik echt niet naar huis willen gaan. Ook Tom maakt zich zorgen. Hij beseft hoe langer hoe meer dat zijn promotie hem nog veel last zal bezorgen. Nu ben ik blij dat ik er vanaf ben, maar... Nu niet dat dat zo super lastig was, want eigenlijk, zo straft dat mij er eigenlijk nooit echt voor of zo. Ik vrees er wel voor dat ik daar wel voor ga gestraft worden, voor wat er ook gebeurt. Ja, dat wel. Ik wil er echt nog blijven, maar dan moet ik zo proberen alles in goede banen te leiden. Ofwel kan ik hier nog het zot uithangen en dan link waarschijnlijk morgen buiten. Allee, ja. Tijdens de speeltijd wordt er druk gespeculeerd over het lot van Dominique. Zo zei ik zelfs in Nederland weg moest. Ja, ja. Ik weet niet wat een directeur de Gloris nog gaat buiten zitten. Dat is de laatste dagen, hè. Allee. Volgens mij gaat het nutten, hè. Maar ik ga niet veel gescheeld hebben. Maar misschien vliegt hem nog, hè. Ik weet dat hij nog gaat vliegen, dat hij winnen mocht gebiecht zijn voordat hij... Alleen sinds de laatste dagen dat ze die nu ook naar huis gaan sturen. Maar misschien moet hij zo eerst biechten voordat hij weggaat, weet je wel? Ja, omdat hij dan dus dat niet gaat doen. Dat hij met een reine geest naar huis kan gaan of zo. Dominique laat zich door de zuster gedwee naar de directeur brengen. Zijn schrik om Sint-Victor toch te moeten verlaten zit diep. Dank u wel. Laat u zitten, meneer Gloris. Dit was het dan, jongeman. De zwanenzang. Het doek valt. En als je het mij vraagt, ben je een opgeblazen... arrogante, zelfingenomen, dikke kikker. Het is lang geleden, meneer Gloris, dat ik nog een leeghoofd als jij ben tegengekomen. Ik vrees dat jij in de toekomst nog dikwijls met je hoofd tegen de muur zult botsen. En dan hoop ik, meneer Gloris, dat het nog erg veel pijn zal doen ook. U mag gaan. Dag, meneer Gloris. Ik vind dat wel eigenlijk redelijk jammer. Juist voordat je er eigenlijk zou geraken, moet je naar huis gaan. Dus dat is wel erg eigenlijk. Ja, ik was hier waarschijnlijk wel de rotte appel in de mand.
Vanaf van dag één zitten ze hier te roepen en te tieren en te brullen op u. Op een gegeven moment raakt u immerke vol. Dominique mag geen afscheid nemen. Dus laat hij voor zijn klasgenoten nog een laatste boodschap na. Het zijn vrienden van u. Het is 2 weken en een half dat je ermee samen zit. Dag in, dag uit. Allee, dat kutst wel als je dat zo ineens moet achterlaten. Maar Dominique beseft dat hij zelf ook schuld heeft aan zijn vertrek. En dat zijn houding ten opzichte van de leerkrachten en hun principes te wensen overliet. Tijdens die bezinning ben ik daar eigenlijk wel een beetje achter gekomen. Zo van, als jij slimmer geweest en een beetje respect ervoor gehad, dan stond ik hier nu niet. Dan had dat waarschijnlijk beter afgelopen. Volgende week, de leerlingen gaan biechten. Soms ben ik ook stouter mannen. Onkeuzetang. Godverdomme en zo. Wie slaagt er in de examens? 3 x 3 = 6. De leerlingen gooien de stress van zich af tijdens het schoolbal. En die man dan is een kei onzedig. En na de proclamatie mogen de leerlingen eindelijk terug naar 2006. Ja! De koers is special.